Yo, what's up guys van NNN, welkom terug bij Far Cry 4, dit is part 6 alweer. We zijn aangekomen op dit punt, we staan nog steeds op die toren, de klokkentoren, hier ligt die gigantische bel. Dat hebben we de vorige part gedaan en nu gaan we dus naar het klooster toe. Ik heb deze ventjes gevonden, ze stonden met z'n drieën te knallen op een roofvogel die nu daar ligt. Dus die ga ik eventjes fillen, of nee, ik ga veren van ze pakken. Dus dan gaan we met de Tokkeltouw naar beneden, pakken we deze quad daarna en rijden we naar het klooster toe. Dus dat gaat gewoon vet worden. Welkom terug bij part 6. Vergeet de video niet te liken, heel veel mensen vergeten het altijd, dus ik blijf het nu gewoon herhalen. Het zit erin gebakken. Vergeet niet te liken en check de videobeschrijving even, voordat je domme vragen gaat stellen. Dit is hem. We kunnen wel fillen, maar volgens mij pakt hij alleen een veer. Veren van een zwarte... Ik zag niet eens wat er stond. Maar deze vent is te goed bezig met zijn quad, dus ik pak wel een ander. Dat vind ik ook sneu voor hem. Is hij bezig met zijn uitlaatje en dan zit ik... doei! Rook in zijn gezicht. Dus dat gaan we niet doen. Doe gewoon eventjes netjes. We pakken een andere quad die waarschijnlijk van zijn homie is, maar die geeft geen fuck. En dan rijden we naar de markering toe. We moeten naar het klooster toe, want zoals jullie misschien nog wel weten, in de vorige part hebben we toch best wel een preek gehad van die gast. Die zei dat ik niet al te goed gelovig moest zijn en niet zoveel naar die vrouw moest luisteren, want zo leuk was ze helemaal niet. En ze was eigenlijk een beetje een iemand die niet zo goed nadenkt over alles en een beetje impulsief is. Dus dat ik toch wel meer naar hem ga luisteren, denk ik. Dit is ook iets heel aparts. Ik zie hier allemaal doden. En mijn kaart is blauw geworden en ik weet ook echt totaal niet wat dit is. Wat zou ik hier kunnen gaan doen? Hé, wacht even. Ik ga eerst achter die aan. Misschien een beetje een rare overgang, maar dat is dan de eerste keer dat ik het doe. Vernietig of kaap. Wij kiezen dus voor die kaap. Of gaat hij nou toch uitstappen? Ja, nou gaat hij toch weer uitstappen. Hij weet ook niet wat hij wil, hè? Is hij nou serieus kwijt? Wow. What a muff case. Gaat die nou... Wat is die aan het doen, die vent? Hey. Hold on, hold on. Sukkel. Echt goed. Wow, shit. Ik wil ze en niet doodrijden en ik wil me er ook niet mee bemoeien, dus ik ben weg daar. Opeens een gevecht tussen een tijger en een zwarte beer, hoe vet zag dat eruit? We maken veel dingen mee opeens in deze part. Beetje random allemaal, maar prima, ik vind het er heel vet uitzien. Wat gek dat die markering niet op mijn kaart te zien is. Nou weet ik niet namelijk precies waar ik heen moet, dat vind ik wel kloten. Al denk ik wel dat ik goed ga, jongens. Ja, waarschijnlijk is dat vrachtwagentje is mijn markering waar ik nu achter kom. Maar ik zocht dus naar een gele, omdat ik een gele zie op mijn kaart. Mijn minimap. Tuurlijk, joh, rijden al mensen dood. Lekker glitchy. Ik heb de vracht afgeleverd, maar tegelijkertijd kwam er daar een enemy aan. En toen de camera uitzoomde, nou, toen was de enemy weggespant hoor. Zit er ook een? Nee toch? Wow, pas even op jullie. Dat is echt niet. Echt maf, ketels. Ja, zij wordt ook boos. Sure did. They still don't know what happened. I love it. Good work. That truck you brought has some things that can help us. Nicely done, Ajay. We'll distribute the supplies to those in need. Zo. Oh, dat is wel cool, want dan heb ik meteen een quad. Die had ik eigenlijk wel nodig. Nou, nu gaan we dan naar de echte markering. Even kijken hoor. Ja, kijk, ik kan ook niet snel reizen, dus we zetten de markering daarop en dan gaan we echt keihard crossen nu.
Vet sneu. Net liep er zo'n handelaar rond en die werd keihard aangereden. Dat zagen we gewoon gebeuren. Het gebeurde precies voor ons. Ik reed in die vrachtwagen en die gozer voor mij die rijdt gewoon keihard die gast aan. Wow. Ik ga me daar nu echt niet mee bemoeien. Flikker op. Ik heb nog steeds die termen van Far Cry 3 in mijn hoofd. Pad van de jager en zo. Maar volgens mij heet het nu het gouden pad of zo. Maar dat weet ik niet zeker. Het zit nog zo nieuw allemaal. Ik heb het al 100 keer gehoord, maar ik ben het alweer vergeten. Zo, bijna een aanrijding met hun. Wat een mafkezen. Ik zit gewoon chill te gamen, één handje op het controletje, kan prima met deze besturing. Nou, nu zijn we er toch weer bij hoor. Nu zijn we weer op die plek waar we net het konvooi vonden. Ongeveer 300 meter afstand. Oeh, even driften. En ja, daar hing een propagandaposter, maar die pak ik nog wel een keer, boeien. Wauw, het is hier echt mooi. 10.000 voet. Het klooster van Shellyama. En waarschijnlijk spreek ik het volledig lachwekkend uit, maar het boeit me niet. Want ik woon in een land met plaatsnamen als Almere, Amsterdam. Wow, gekke boy. Ja, hij is uit zo'n documentaire hoor. Dit hebben ze precies nagemaakt. Zo'n cultuurveentje. Echt vet gedaan. Kijk dat haar. Cultuurveentje. Nog meer cultuurveentjes hier. Het is een hele cultuurbijeenkomst. Logisch, want het is een klooster. Nou, laten we kijken. Waarschijnlijk krijgen we een cutscene. Maar we moeten dus ons een beetje inlezen over de cultuur. Omdat het simpelweg gewoon fout ging de vorige keer. Ah, the son of the great Mohan. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, god of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Alrighty, we pakken het mandje op. Voltooi de pelgrimstocht. Ik denk dat ik weg moet. Ah, hij zegt gewoon geen zak meer. Nou, het zal wel. Ik pak het mandje en ik doe maar gewoon wat mij logisch lijkt. Dat is hier naar het gele vierkantje gaan. Het is wel een mooi klooster. A candle reminds us that growth only comes with a willingness to step beyond our usual boundaries. Vet. Doet me echt heel erg denken aan die vet trip on the shit uit Far Cry 3 met die coole dokter. Weten jullie dat nog? Dat we allerlei verschillende ingrediënten moesten zoeken en dat ook moesten innemen en zo. Dat we echt in rare werelden kwamen waar we normaal gesproken helemaal niet hoorden te zijn. Life without emotion is no life at all. But a life controlled by emotion is to be consumed by it. Add the powder. Bless us with wisdom, and we collect them in the prayer wheel to purify ourselves from bad thoughts. Spin the wheel. Wow.
Ajay, the intel you recovered, that map, it's the monastery. The army's going to attack your location any minute now. Stay inside. The army's coming to attack. Wauw, meen je dit? Zo'n rustgevende plaats, je kan er niet een close gaan aanvallen. Dat is echt eventjes een brug te ver. Laten we kijken wat er hier gaat gebeuren. Oh, er staat natuurlijk wel beveiliging buiten, hè? Dat klopt. Die nu opeens weg zijn. Huh? Ik heb ook helemaal niet bij... Ik heb alleen wat steldingen. Oh, dit zijn goede ventjes. Daar zijn ze dus heen. Hun hebben het ook door. Hun gaan waarschijnlijk daar staan. Hoe kan ik me nou voorbereiden? Go grab weapons from the crates. Ja, oké. Okay. Nu heb ik mijnen, maar die kan ik nog niet gebruiken. Dus ik heb er gewoon helemaal geen zak aan. Hier, mijnen zie ik staan. Wat nog meer? Nou. Laat het wel gewoon komen dan. Ik heb nu wel twee granaten. Juist. Grenades. Dus dat is fijn. Zal ik daar gaan staan? Dat lijkt me wel cool. Multikill. Ik heb ze alle drie in één. Dat ging goed. Oké, nou ik hoop dat het daar een beetje goed gaat. Dat hun job goed doen, want anders moet ik alles alleen doen en dat kan ik echt niet. The soldiers are attacking the weapons cache. I need help. Oké, dat gaat tot nu toe goed. Oh shit, ze komen nu weer van die kant. Oh, en ook van deze kant. Oh, een helikopter. Ik dacht, waar dan? Huh? Jullie zagen me gewoon zoeken. Wat gebeurt hier allemaal? Phew! Ik heb snel een weapon crate nodig. Oh, daar ook. Shit. Wat een chaos hier. Oh, ik zie nu al dat er twee bommen zijn geplaatst. Ik hoop dat dit allemaal goed gaat, jongens. Ik vind het ook zo sneu voor ze, omdat het gewoon een klooster is. Heel druk, shit. They're destroying the icons. Dit duurt te lang, god. They're attacking the monks. Get to the doors. Geen ammo of zo ook, hè? Shit, man. Ik denk dat ik een wapen van hun zou moeten pakken. What the fuck is dit? Wat heb ik nou hier vast? Drop
Daar 36 seconden. Oh jongens, ik hoop dat dit goed gaat, echt. En nog één met 80 seconden. Oh man. We zijn er met 3 gewoon. En een med kit. Daar is er ook weer één geplaatst, maar deze gaat over 34 seconden aan de linkerkant, dus die doe ik eerst. Ik weet ook niet waar ik dat hele andere ding heb gelaten, wat ik vast had, die brander. Ik heb in ieder geval één enemy echt in de fik gezet. Oh man, het is gelukt. Jesus. Ze wilden gewoon alles opblazen. Wat zijn dit voor gevoelige, gevoelloze mensen? Niet gevoelig. Totaal niet gevoelig. Hier. Jij hebt niet eens de eer. Mag ik hem oppakken? Ik kan hem niet meer oppakken. Jammer. You saved us. You are your father's son, Ajay. Thank you, Ajay. Thank you. Nou, de cultuuroverdracht is maar natuurlijk gelukt op deze manier. We hebben echt de beste missie voor hun ooit gedaan om hun te overtuigen van het feit dat ik ze echt wil helpen. Even kijken, karma. Ja, karma uitleg, die hebben we al gehad. Met een hoog karma niveau kan je in ieder geval minder betalen bij handelspauzes. Dat is het enige wat ik niet wist. Amira, the monastery is safe. Maybe now Sabal will see the importance of good intel. If you hadn't secured that map, we never would have stopped this in time. Good work, Ajay. Ja, het is een beetje een rel tussen haar en Sabal. Sabal wil meer, die is meer van het fysieke. Die wil vooral dat ik iedereen red. Door er gewoon heen te rennen en actie uit te voeren waardoor ik ze red. En ze dus spaar. En zij is meer van alle intel verzamelen en documenten. Zodat we dingen goed kunnen inplannen. En daar houdt hij me niet van. Dus ik zit een beetje tussen hun twee te dubben de hele tijd. Ik moet ook keuzes maken en zo. Het is best kloten. Ik zou het in een heartbeat. Oh god, Sammer, wat een actie hier. Poeh. Ik vond het wel echt vet. We gaan nu kijken wat er op de kaart beschikbaar is. Er is hier een L dichtbij. Dat is van deze gast. Dat is die rare gast in die kerk, weten jullie nog wel. Even kijken. Die I. Dat is wat we vooral gingen doen. Dat klonk heel raar, die I. Maar die Y, die letter op mijn kaart. Dat is dat huis van mijn vader. Het oude huis. Waar ik waarschijnlijk aanwijzingen kan gaan vinden over hoe hij om het leven is gekomen. En dat is toch wel iets heel cools om te gaan doen. En ik denk dat ik deze G pak vooral omdat hij een machine gun erop heeft. Dat als er iets gebeurt kan ik meteen switchen door op kruisje te klikken. En meteen bam 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 te doen. Dus daarom neem ik deze. Gaan we dan op 800 meter ongeveer. Wow, dit is alleen echt totaal geen route. Jezus. Oh jee, jackass. Maar ik hou hem in bedwang. Ik slipte nog zelfs een beetje. En we zijn weer op de normale weg. Ik vraag me alleen af hoe het GPS-systeem het hier goed kan doen. Als ik nog helemaal geen informatie over het hele gebied heb. Ik heb nog geen klokkentoren, niks gedaan. Hier loopt in ieder geval een handelsgastje gewoon te... Wow, ik zie hier allemaal beesten, joh. Kijken. Ja, we moeten naar rechts. Als dit een quad is, heb ik die liever. Is dit een quad van de enemy? Ja. Wow. Ik had hem wel nog. Door zijn kop heen zelfs. Nou, dan stap ik uit. Met een quad voel ik me altijd iets meer thuis. Vooral in zo'n berggebied. Oh shit. Let op. Boom. Oh, dat was echt vet om te doen. Oké, we slippen. We driften. En dan gaan we tegen hem aan. Of toch niet.
Ah, nice. Het is gelukt. Zo, hè, dat was echt gestoord. Die vriend van hem, die homie van hem, werd echt gelanceerd door me. Dat was gewoon een volle hit. Shit. Nog meer enemies. Wow. Hun gaan achter hem aan. Wat een chaos hier. We hebben hem. Oh, dat was vet. Met een shotgun gewoon. Vet. Even kijken, is mijn quad hier ergens? Want ik heb zulke rare acties gedaan. Ik weet niet eens meer waar ik... Ja, hier staat hij. Karma erbij. Nou, altijd nice, toch? En er zijn weer huurlingen upgrades, waardoor ik dus huurlingen kan oproepen. Ik weet niet waarom dat net niet kon. Ik stond midden in gevecht bij het klooster en ik wilde ze oproepen, maar dat werkte niet op de een of andere manier. Wow, 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 dit pad is gevaarlijk. Jezus, dit kan ik toch nooit draaien? Ik ga het gewoon proberen. Ik kwam echt volle snelheid aangereden. Hoe jackass was dat, man? Oh, oh, oh. Phew. Ik vind het maar riskant om hier te rijden. Kijk even hoe hoog ik ben. Als ik hier dan naar beneden rot, dan is het over. En toch weer verder rijden, hè? Ik kan het niet laten. Sorry. Nou, we zijn er echt bijna. Dit is dus dat oude huis. Dammit, het is gewoon echt een prachtig gelegen plek. Wauw. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan die Far Cry 3 setting. Waar je ook zoiets had en dat het dan het huisje was van die dokter. Kun je dat nog herinneren? Maar nu is het dus het ouderlijke huis van je pa. En die is dood. Maar alles is nog intact. Hij is in zijn huis vermoord. Volgens dat kindje. Volgens dat meisje. Dat hebben we gehoord. En voor de rest is het onze taak nu om aanwijzingen te zoeken. Dus allereerst ga ik dit briefje wel lezen. Open je geest met potentie. Dat staat erop. Nee, dit is gewoon, dit heeft geen betrekking op wat er is gebeurd. Welcome, my brother. You've come to a place of peace, where the demons of modern life cannot reach you. You are safe here. Oh, our friend, Nomshiba, comes from afar, seeking answers. We can give him those answers. For a nominal fee. Right, nothing in life is free. No. I'm sensing... We are sensing... You want to know who we are? Right, I'm Yogi, and this is Reggie. But you, stranger, you... You're the son of a legend. What? I see a world of danger and a mother with a blackened heart. Hey, J-Girl! Welcome to Guru Ashram! What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? I don't know. Ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him. He knows where he is. Okay, welcome. Come in. Yeah, after all, tu casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little peace pipe where we hash out the details. You're into this sort of thing, right? You know what, I think I'm okay. So what are you guys doing here anyway? Hi, Jay. We represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants to stick then.
Hey! What the fuck? So much for doing it the easy way. They do say winners don't do drugs. Some people believe you can make a difference here, Angel. This is the moment of truth. Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. Holy shit, ik ben ook gewoon half naakt, zag ik. Shit. Oh man, ik zit midden in het gevecht ook meteen. Dit gaat wel echt vet. Ze gaan ook gewoon juichen keihard als het is gelukt. Even kijken, ik heb één molotov. Oh, dit is echt indrukwekkend, joh. Dit is ook echt vet. Het overvalt me een beetje. Ja hoor, de M1 Garen. Nee. En ik wilde nog wel mijn park gaan eindigen. Beland ik hier? Waar ik me vooral nu mee bezig hou is, wat de fuck is het verband tussen die twee drugsgasten en dit? Oh, what the fuck, hier moet ik niet bij in de buurt staan. Dat bedoel ik dus. Dat blijft er van je over als je te dicht in de buurt staat van het ding. Kom maar, Leo.
of beest. Ja, we hebben hem. Ze gaan allemaal juichen. Ze vinden het prachtig wat ik aan het doen ben. Headshotje. Oh. Ronde 4. Het gaat langer door dan verwacht. Maar hun zitten dus ook in een arena. Dus naast dat ik last heb van de tijger, hebben hun het ook. Zie je? Hun zijn ook in gevecht met de tijger. Laat hun maar lekker vechten, joh. De tijger is nog steeds niet down, namelijk. Oh, ik ga zo lekker. Oh. En die is ook down. Oh, ik ben echt beest. Ik ben een beest nu, niet hun. The masses have spoken, Mr. Gale. Could this terrorist be the next great arena champion? Place your bets for the penultimate round. Man and beast may have fallen at his feet. Before he wins his freedom, there is one more challenge to face. Let the final round begin! Oh jongens, daar gaan we dan. De laatste fucking ronde. Oh man. Oh, what the fuck? Shit, dat was zo zonde. Headshotje, nice. Ik ga die gast maar gewoon. Wat komt hij nou weer doen? Kijk, ik kan natuurlijk op hem knallen als een gek. Maar ik lok hem wel gewoon hierheen en dan schiet ik op zo'n ton. Ja hoor. Ik heb het! Nice! Woe! Walk with me. You tried to kill me. And now I'm not. You know what? Fuck you. Stop. Wait here. Dat is echt raar. Please. Gedomineerd worden door chickies. Paul has my family. Until I know they're safe, I'm trapped here doing whatever Pagan wants me to do. What does this have to do with me? The Golden Path wants Paul dead. I need my family safe. We can help each other. How? I can get you back into a stronghold. Oh, and AJ. Take it easy on Reggie and Yogi. They're being played, just like you and I. Dit was echt heel vet. Ik zeg net tegen Yul tijdens die cutscene. Dit is echt gewoon next level Far Cry 3. Die ervaring gewoon. Nou, de arena. Ik hoef de tekst niet eens meer te lezen. Ik snap wel wat de fucking concept is van de arena. Godsamme.
Ik ga het hier eindigen. En bedenk je dat we hier alleen als hoofdkarakter zijn gekomen om het as van je moeder uit te strooien. In het gebied waar zij is opgegroeid, waar jij bent opgegroeid. Je wilde alleen as uitstrooien en je raakt nu verzeild in dit soort verhaallijnen en complotten tussen slechterikken en dingen. Er zit echt een hele nare bijsmaak aan dit verhaal. Maar ik zit nu alweer vast in het verhaal. En dat is hetzelfde wat de vorige hoofdkarakter had in Far Cry 3. Vast op dat eiland. Omdat ze op vakantie wilden en ik ook. Ik ging op vakantie. Strooi het as van mijn moeder uit. En dit is waarin het resulteert. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video, gasten. Later. Close to me.